Beste kijker, mijn naam is Nina Blessing. Ik werk als arts op de afdeling hartchirurgie en ik heb een droom. Stel, je ligt in het ziekenhuis. Je voelt je alleen of je hebt pijn. Je bent zenuwachtig voor je operatie. Of je voelt je ellendig vanwege je zoveelste chemokuur. Wat doe je dan? Wat helpt? De oplossing is simpel. Meditatie. Door te mediteren sluit je je even af voor je omgeving, om je gedachten tot rust en je lichaam tot diepe ontspanning te brengen. Misschien denk je nu, dat is toch meer iets voor geitenwolle sokkentypes? Of vind je het zweverig? Juist niet! Anno 2015 is mediteren hip. Zakenmensen en topsporters gebruiken het en dat komt omdat het werkt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mediteren goed is tegen stress, pijn en verdriet. Zelfs hartritmestoornissen en infecties komen minder vaak voor. Terug naar mijn droom. Stel je voor dat je goed kan ontspannen voor je operatie. Dat je lekker slaapt in het ziekenhuis en dat je tot rust kan komen tijdens je chemotherapie. Stel je voor dat je even mag vergeten dat je ziek bent. Mijn op maat gemaakte meditaties die je kunt beluisteren via het infotainmentsysteem gaan daarvoor zorgen. Patiënt blij, dokter blij, zelfs de zorgverzekeraar blij. Voordeel voor iedereen. Als arts wil ik het beste voor mijn patiënt. Dus help mij deze droom waar te maken en mediteren naar de patiënt te brengen. Want mediteren maakt je beter.